stof. Dan zie je niet alleen heel mooi aangegeven welke stof per week staat voorgeschreven, maar daaronder ook een lijstje met verplichte jurisprudentie. Veel van de jurisprudentie gaan we gewoon behandelen, oftewel in de literatuur of tijdens de hoorcolleges. Dus die hoef je niet helemaal van A tot Z te lezen zoals de rechter heeft uitgesproken. Wat je daar wel van moet kennen is dus inderdaad de belangrijkste feiten van zo'n arrest. De rechtsvraag die centraal stond, dus waar ging het arrest nu eigenlijk om? Waar moest de Hoge Raad een antwoord op geven? Uiteraard ook het antwoord van de Hoge Raad. En vooral, waarom is het arrest belangrijk voor de rechtsontwikkeling? Dus waarom is het arrest relevant voor deze cursus? Als je die vier vragen kan beantwoorden, dan ken je dat arrest in feite voldoende. Slechts van enkele arresten, een drietal, gaan we ook daadwerkelijk het arrest zelf lezen. Maar dat komt pas later aan bod. De meeste informatie kan je dus uit de cursusliteratuur halen of uit de colleges. En dus van Hees de Schelde, die zal ik vandaag tijdens het hoorcollege uitgebreid bespreken. Maar ik zal ook nog volgende week in de literatuur, wordt die ook nog benoemd. Dus dan heb je inderdaad alle informatie paraat staan. Waar ging dit arrest om? Het arrest ging om een man van Hees die werkte op een scheepswerf, zoals dat hier mooi op de achtergrond staat aangegeven, in lang geleden, van 59 tot 63. Die scheepswerf heette dus de Schelde, vandaar ook de naam. In dit geval is het dus vernoemd naar de partijen. Sommige arresten worden ook naar iets anders vernoemd, namelijk een centraal object in zo'n arrest. Bijvoorbeeld het Kelderluik-arrest of het Porsche-arrest. Dat ging dus om een Kelderluik dan wel een Porsche. In dit geval gaat het om de partijen, van Hezen tegen de Schelde. Van Hezen werkt bij de Schelde en tijdens zijn werkzaamheden is hij onder andere aan het schilderen met verf waarin asbest zit. En in die tijd werd langzaamaan bekend dat asbest inderdaad op de lange termijn hele schadelijke gevolgen kon hebben. En inderdaad, in 1996 wordt bij Van Hezen mesothelioom geconstateerd. Dat is een vorm van kanker en ook een hele agressieve vorm van kanker. Die na de diagnose heb je gemiddeld een jaar tot een anderhalf jaar nog vooruitzicht. En bijna vrijwel alle gevallen, 99,9%, sterft ook aan die vorm van kanker. Dus die is ongeneeslijk en heeft dus een hele korte prognose. Ook weten we van deze vorm van kanker dat die altijd voorkomt uit asbest. Die dus wordt veroorzaakt door het inademen van asbestdeeltjes. Mesothelioom wordt ook daarom ook wel asbestkanker genoemd. Dus er staat onweerroepelijk vast dat dit de veroorzaak is tijdens de werkzaamheden op tijd toen hij aan het werk was bij de Schelde, meer dan 30 jaar geleden. Van Hezen helaas is ook hetzelfde op schoor als de meeste slachtoffers. Hij komt kort daarna te overlijden na de diagnose. En zijn nabestaanden klagen de Schelde aan voor een schadevergoeding. Want jij hebt onze partner, vader, in een gevaarlijke situatie laten werken. Daaraan is hij overleden, dus die schade zal je nu moeten vergoeden. Dat is de inzet van dit arrest. Dan gaan we eens kijken naar de wet. In het arrest zijn eigenlijk twee wetsartikelen afhankelijk van belang. Artikel 658, spreek ik even, van boek 7 van het burgerlijk wetboek. En artikel 310 van boek 3 van het burgerlijk wetboek. Dat eerste artikel zegt het volgende. Een werkgever is jegens een werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer ervaart tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Op zich vrij redelijk lijkt mij. Stel dat hier straks de lampen naar beneden zouden komen en die raken mij onverhoopt, dan kan ik de Universiteit Utrecht aansprakelijk stellen voor de ziektekosten en de andere schade die ik daarbij leid. Want zij hebben te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat is hun verantwoordelijkheid als werkgever. Dus in eerste instantie zou je kunnen zeggen dat de Schelde inderdaad aansprakelijk is. Want Van Hees heeft schade geleden door zijn werkzaamheden die hij moest verrichten ten uitvoer van zijn werkzaamheden bij de Schelde toen hij daar in 59 tot 63 werkte. Maar er is nog een tweede artikel, namelijk 310 boek 3 van het burgerlijk wetboek. Daarin staat, als de schade het gevolg is van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, dus verontreiniging van bodem, lucht, water, dan verjaagt de vordering in ieder geval na verloop van 30 jaren. Met andere woorden, wat staat hier nu eigenlijk? Als de rechtsvordering gebaseerd is op vergoeding van schade die ontstaan is door het werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest, dan moet die vordering binnen 30 jaar zijn ingediend en anders is die verjaard. Dan is het geen rechtsgeldige vordering meer. Nou, jullie hebben mee kunnen rekenen. Van Hezen eindigde of stopte met werken in 63 en in 96 is bij hem kanker geconstateerd, dus 33 jaar later. Dus pas 33 jaar later kon hij die vordering indienen. Dus we merken al, ontstaat hier een probleem. Dus eerst moet de kantonrechter over deze zaak oordelen. En de kantonrechter staat eigenlijk als volgende. Die verjaringstermijn, dus artikel 310 van boek 3 van het burgerlijk wetboek,
die is pas 5 jaar van kracht. Want 5 jaar geleden, dus in de jaren 90, heeft de wetgever eigenlijk het nieuwe burgerlijk wetboek ontworpen. Dus dat is nog vrij recentelijk. En tijdens het ontwerp van het nieuwe burgerlijk wetboek, waarin ze dus ook over die verjaringstermijn hebben gesproken, daarin is dus inderdaad nog eens heel goed nagedacht over alle publieke belangen die daarbij een rol speelden. En er is ook juist een bijzondere ruime verjaringstermijn opgenomen voor gevaarlijke stoffen, omdat we toen al wisten dat bepaalde vormen van kanker, zoals mesotelioom, pas op een veel later moment tot uiting komen, zich pas veel later zullen manifesteren. Dus dan kan je niet al binnen 5 jaar een schadevergoeding of een claim indienen, want op dat moment is er nog geen schade of is nog niet duidelijk dat die schade zich zal manifesteren. Dus de wetgever heeft toen al een afweging gemaakt van verschillende belangen en heeft daarbij ook rekening gehouden met bepaalde situaties waarbij de schade pas heel laat zich zal manifesteren. Daarom is het dan niet aan de rechter om hier nog eens een keer een nieuwe uitzondering voor te gaan maken voor slachtoffers van een mesotelioom, dus voor slachtoffers van asbestkanker. Dus de kantonsrechter zegt van, ja, het spijt me, maar deze vordering is verjaard. Ik ben genoodzaakt om me aan 310 van het burgerlijk wetboek te houden. Dus helaas, 33 jaar is nu eenmaal te laat. U staat met lege handen. Althans, de nabestaanden dan. De nabestaanden zijn niet eens met deze uitspraak, dus ze gaan in hoger beroep. In hoger beroep moet dus de rechter, of eigenlijk de meerdere rechters, een meervoudige zitting, over dezelfde vraag oordelen. En ook zij erkennen dat dit een hele onrechtvaardige zaak is. Want ze zeggen van ja, vanuit het oogpunt van individuele rechtvaardigheid en individuele gerechtigheid is het natuurlijk heel oneerlijk dat sommige slachtoffers bij wie deze vorm van kanker zich eerder manifesteerde, dat die wel een schadeclaim kunnen indienen. Dus bijvoorbeeld slachtoffers bij wie de kanker na 25 jaar gediagnosticeerd wordt, die kunnen wel hun werkgever aansprakelijk stellen. En als je dus na 30 jaar pas ziek wordt, kan je werkgever niet aansprakelijk stellen. We snappen dat dat heel oneerlijk is, zeker als het om de beide vergelijkbare situaties gaat, dezelfde vorm van kanker. De een kan wel schadevergoeding eisen, de ander kan het helaas niet. Maar toch, die huidige verjaringstermijn dient ook een belangrijk doel. Namelijk zekerheid bieden voor de werkgever. Zo'n werkgever moet op een gegeven moment weten waar hij aan toe is. Moet ook weten waartegen hij zich bijvoorbeeld moet verzekeren, waar hij rekening mee moet houden. En als dat in de eeuwigheid zich slachtoffers kunnen melden van ja, door deze werkzaamheden heb ik nu een ernstige ziekte opgelopen. Ja, dan kan je daar als werkgever moeilijk op anticiperen natuurlijk. Dus er moet op een gegeven moment een grens gesteld worden. Er moet een knoop worden doorgehakt en die heeft de wetgever rekening houden met het feit dat sommige vormen van kanker pas later zich manifesteren, ook extra ruim gesteld, namelijk op 30 jaar. En dat is een hele zwart-wit grens, dat klopt. Terwijl de realiteit is helemaal niet zo zwart-wit, want 29 jaar en je kan wel een rechtsvordering indienen, 31 jaar en dan weer niet. Maar wij juristen werken nu eenmaal met harde grenzen. Vanaf je 18e ben je bijvoorbeeld meerderjarig, 17 en 11 maanden en je bent niet meerderjarig. Het recht moet nu eenmaal hele duidelijke regels stellen, hele duidelijke grenzen, omdat we moeten weten of een regel wel of niet van toepassing is. Een regel kan niet een klein beetje van toepassing zijn. Nee, in de situatie is de regel ofwel heeft die gelding of heeft geen gelding. En niet een beetje van beide. Dus helaas, we snappen dat dit voor de nabestaanden onrechtvaardig is, zegt de rechter. Maar helaas, deze vordering is verjaard. We moeten ons houden aan die verjaringstermijn. Ook omwille van de rechtszekerheid. Dus daar horen we al verschillende argumenten terugkomen. Enerzijds hebben ze oog voor de onrechtvaardigheid. Anderzijds zeggen ze ook van ja, de wetgever heeft hier al over nagedacht. Die heeft al die argumenten al afgewogen. Dus dan is het niet aan de rechter. En er is hier ook een ander belang mee gediend, namelijk de rechtszekerheid. Toch gaan de nabestaanden van Van Heesen weer een hoog beroep, eigenlijk in cassatie. En belandt deze zaak dus bij het Hoge Raad. En ik heb vorige week al aangestipt dat hoe hoger de rechtelijke instantie, hoe meer lef ze vaak hebben. Dus de Hoge Raad kan soms best wel eens met verrassende uitspraken komen. Ook in dit geval. De Hoge Raad zei van ja, het kan zijn dat een beroep op de verjaringstermijn in het licht van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dus die verjaringstermijn die in artikel 310 van boek 3 van het burgerlijk wetboek staat, is niet in steen neergebeiteld. Is niet, zeg maar, absoluut. Daar kan een uitzondering op gemaakt worden. En waar haalt de Hoge Raad die redelijkheid en billijkheid nu eigenlijk vandaan? Die tovert niet zomaar uit een eigen hoge hoed. Die staat ook in het burgerlijk wetboek. Artikel 2 van boek 6 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat een rechtsregel tussen twee partijen, zoals Van Heesen beschelde, zoals een werkgever-werknemer,
die regel die krachtens gewoonte, rechtvaardigheid of de wet bestaat, kan onaanvaardbaar zijn in het licht van redelijkheid en billijkheid. Dus artikel 2 van boek 6 zet al een klein beetje de deur open naar rechtvaardigheid. Die biedt de mogelijkheid om ideeën over rechtvaardigheid mee te nemen in zo'n rechtelijke beslissing. Het probleem is wel dat dat artikel blijft natuurlijk enorm abstract. Want ja, naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid kan het onaanvaardbaar zijn. Ja, wanneer is daarvan sprake? En dat is dus precies het toverwoord. Het kan onaanvaardbaar zijn. Dus de Hoge Raad moet een vervolgstap gaan aangeven. Ja, in welke gevallen is dat dan zo? En dat doen ze eigenlijk door een belangenafweging te maken. Van enerzijds heb je natuurlijk belangen van de schelden als aangeklaagde partij. Anderzijds de belangen van de van Heesen en diens nabestaanden. En voor beide valt natuurlijk wel wat te zeggen. Dus in geval van een belangenafweging doet de Hoge Raad het volgende. Ze formuleren eigenlijk zogenaamde gezichtspunten, oftewel factoren die relevant zijn om de balans de ene kant te doen uitslaan of de andere kant te doen uitslaan. En sommige van die factoren zijn bijvoorbeeld, nou, gaat het om vermogensschade, gaat het om puur geld? En komt deze schadevergoeding ten goede aan de slachtoffers of de nabestaanden? Als het puur een kwestie is tussen verzekeringen die op elkaar geld proberen te verhalen, dan is het belang natuurlijk een heel ander soort belang dan als het inderdaad gaat om de nabestaanden of de slachtoffers zelf, die die schadevergoeding nodig hebben om hun leven vorm te kunnen geven en om de nodige hulp in te schakelen. Dus dat is één van die gezichtspunten. Kan het slachtoffer aanspraak maken op een uitkering? Heeft die bijvoorbeeld een andere mogelijkheid om geld te kunnen claimen en om op die manier hulp in te schakelen die hij nodig heeft? Zo ja, dan zou het misschien weer redelijk zijn om die verjaringstermijn toch wel te handhaven. Zo nee, dan moet je die misschien eerder loslaten. In hoeverre kan de gebeurtenis de aangesprokene worden verweten? Dus had de schelder moeten weten dat asbest een hele gevaarlijke stof was en dat je werknemers er ziek van konden worden? In die tijd werd het al langzaam bekend, pas in de jaren 70 en de 80 werden echt de campagnes gevoerd van asbest blijft er alsjeblieft zo ver mogelijk vandaan. Dus had de schelder het kunnen weten en zo ja, hadden ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Als die gewoon achterover hebben geleund en hun werknemers in een hele gevaarlijke situatie hebben laten werken, ja, dan is het natuurlijk een stuk redelijker om die verjaringstermijn te negeren voor wat het is. Hadden zij er ook niks aan kunnen doen, dan is het misschien eerlijk om die verjaringstermijn juist wel te handhaven. De volgende. Had de schelder zich hier tegen kunnen verzekeren? En inderdaad, dat hadden ze gedaan ook. Ja, als ze gewoon verzekerd zijn, zal de schelder zelf niet keihard de gevolgen ervaren van zo'n verjaringstermijn. Dus dan is het misschien redelijker om hem juist weer wel los te laten. En natuurlijk ook, is de vordering nadat die schade aan het licht is gekomen, binnen een redelijke termijn ingediend? Nou, jullie hadden net kunnen zien, in 96 werd bij Van Heesen kanker geconstateerd. En in 97 lag de eerste schadevordering al bij de rechter. Dus binnen een jaar was de rechtszaak al bezig. Dus dat is inderdaad binnen een hele snelle termijn. Het is niet zo dat Van Heesen en diens nabestaanden nog jaren hebben gewacht om dan pas een vordering in te stellen. En dus dit zijn enkele van die gezichtspunten. Er zijn er nog een paar meer, maar omwille van de ruimte op mijn slide heb ik die even achterwege gelaten. Die kan je allemaal in het boek terugvinden. Dus je hoeft ook niet allemaal letterlijk te weten, maar je moet begrijpen dat de rechter dus bepaalde gezichtspunten, bepaalde factoren gaat benoemen die relevant kunnen zijn om de beslissing oftewel de ene kant te laten doorslaan, oftewel de andere kant. En dan wordt het natuurlijk extra lastig, want het kan heel goed zijn dat gezichtspunt 1 in het voordeel van Van Heesen spreekt, terwijl gezichtspunt 2 in het voordeel van de Schelde spreekt. Dus het blijft geen exacte wetenschap, het blijft altijd enigszins gevoelsmatig werk, wat is de meest redelijke uitkomst hier? De Hoge Raad zelf neemt hier geen uitspraak in. Die heeft alleen gezegd van redelijkheid en billijkheid kan een wettelijke regel opzij zetten. Dat is eigenlijk de hoofdmoot van dit arrest. En dat kan als er sprake is van deze omstandigheden. Deze moet je meenemen. Wat de Hoge Raad vervolgens doet, is ook erkennen dat het dus per casus afhankelijk kan zijn of die redelijkheid en billijkheid nu wel zwaarder wegen of dat toch aan die verjaringstermijn moet worden vastgehouden. Maar die beslissing gaan zij niet nemen. Zij zijn immers geen feitenrechter en zij gaan dus ook niet de feiten vaststellen. Wat ze doen in een zaak als deze, formuleren ze eigenlijk de randvoorwaarden. Ze formuleren de regels waar de rechters zich aan moeten houden. En dan sturen ze de zaak weer terug naar het gerechtshof, die uiteindelijk gaat kijken van nou, hoe vallen deze punten uit in deze concrete zaak? En wat is dan de uitkomst? Dus de uiteindelijke uitkomst, die is voor ons juristen ook niet zo spannend. Het gaat er vooral om dat dus redelijkheid en billijkheid kan vereisen dat je soms een rechtsregel, een geschreven rechtsregel, die de wetgever nog geen 5 jaar van tevoren heeft vastgesteld,
dat je die dus onverbindend kan verklaren of even buiten werking kan zetten. Wat is de moraal van dit verhaal? En daarmee zien we dus eigenlijk dat die verschillende perspectieven terugkomen en voor een dilemma zorgen. Want al die perspectieven hebben wel hun eigen voordelen, valt voor ieder perspectief wel iets te zeggen. Enerzijds het regelperspectief, namelijk regels, recht zijn regels, dus we moeten ons aan artikel 310 van boek 3 van het burgerlijk wetboek houden, zoals de rechters in de lagere rangorde zeiden. Dat verschaft tenminste duidelijkheid. Dat zorgt voor bepaalde rechtszekerheid. Dat zorgt ervoor dat iedereen weet waar die aan toe is. Dus die verjaringstermijn is niet zomaar een lukrake regel die de wetgever bedacht heeft. Nee, ook die bedient een heel belangrijk doel. Want een samenleving kan alleen functioneren als wij burgers weten waar we aan toe zijn. Wat we van elkaar kunnen verwachten. En zodat we ons daar ook op kunnen voorbereiden. Dat we daar ook kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld door een verzekering te nemen. Dus de verjaringstermijn dient ook een heel belangrijk doel. En dat erkent de Hoge Raad ook. Die zegt ook, alleen in hele uitzonderlijke omstandigheden kan die rechtszekerheid opzij gezet worden omwille van ideeën over rechtvaardigheid. Dus omwille van de redelijkheid en billijkheid. Anderzijds, dat ideale perspectief, waar de Hoge Raad dus best wel veel oog voor had, is ook natuurlijk ook van belang. Want een wetgever kan nu eenmaal niet alle situaties voorzien. Die kan niet alle situaties voorspellen. En dus voor iedere denkbare mogelijke situatie regels maken. Nou speelde in deze concrete casus dat een iets minder grote rol. Want zoals ik al zei, 5 jaar daarvoor had de wetgever nog uitgebreid beraadslaagd over die redelijke termijn. Voor een verjaringstermijn. En dan hadden ze ook expliciet rekening gehouden met mogelijke slachtoffers van asbestkanker. En gezegd, van, ja, op een gegeven moment moeten wij een grens stellen. En die zeggen wij nu bij 30 jaar. Want de meeste gevallen komen tussen de 20 en 35, misschien 40 jaar aan het licht. De meeste gevallen zijn hiermee gediend. Maar we moeten nu eenmaal ergens een grens stellen. Want aan de ene kant is het natuurlijk van belang dat die slachtoffers een vergoeding krijgen voor het onrecht dat er is aangedaan. Van de andere kant moet ook de werkgever weten waar die aan toe is. Dan moet hij op een gegeven moment weten dat er een stop komt aan schadeclaims. Dus dat is dat ideale perspectief. Regels kunnen onrechtvaardig uitpakken. En dat vraagt dus om een enige mate van flexibiliteit. Omdat een wetgever gewoon niet alles kan voorzien. En als laatste heb je ook nog dat belangenperspectief. Namelijk, waar is de maatschappij hier nu eigenlijk meest mee gediend? In de Hoge Raad zelf gaat minder in op dat perspectief. Maar de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat er juist wel in. En even tussendoor, wat is een advocaat-generaal? Ieder arrest dat bij de Hoge Raad komt, wordt niet alleen door de Hoge Raad beoordeeld, maar er gaat ook nog een onafhankelijk jurist naar kijken. Ook echt een expert op dat gebied. Die noemen we de advocaat-generaal, of in sommige gevallen dienstbaas, de procureur-generaal. En die gaan een advies schrijven over die zaak. Dus eigenlijk wordt die hele zaak ook nog eens een keer door een ander behandeld. En die zegt dan, die advocaat-generaal, van, nou, dit zijn relevante overwegingen. Die kijkt eventueel op wat bijvoorbeeld in het buitenland is besloten in soortgelijke zaken. En die geeft dus een advies aan de Hoge Raad. En de Hoge Raad mag dat advies meenemen, mag het ook negeren. Maar zo'n advocaat-generaal kan best interessant zijn, omdat hij dus op meer aspecten ingaat. Zo ook de advocaat-generaal in deze zaak. Die is naar die zaak gaan kijken en die heeft ook vooral een beetje oog gehad voor argumenten die vanuit de Schelde en andere werkgevers zijn ingebracht. Want de Schelde zei, van ja, als we die verjaringstermijn helemaal loslaten, dan kan het zijn dat ik niet alleen dit jaar, maar ook over 5 jaar, over 10 jaar, 15, 20 jaar, steeds weer schadeclaims aan mijn broek krijg, die ik dus moet gaan betalen. Ja, als ik tot in de treurende tijden schadeclaims kan verwachten, kan ik me daar niet tegen verzekeren. Oftewel, die verzekeringspolis wordt zo hoog dat ik hem niet kan betalen. Of ik moet dat gaan doorberekenen in de prijs van het product dat ik lever. En dat is ook maar de vraag of dat het wenselijk is. Dat bepaalde producten bijvoorbeeld niet meer te betalen zijn voor de gemiddelde burger. Ja, dit ging om een scheepswerf, dus het ging om boten. Ja, die zal de gemiddelde burger niet kunnen betalen natuurlijk. Maar denk aan een normale producent, bijvoorbeeld energieleveranciers. Ja, als we al die prijzen moeten gaan doorberekenen om onszelf te kunnen indekken, ja, dan heeft de burger met dat uiteindelijk de rekening van. Of wij betalen de kosten en dan vallen we om, gaan we failliet en er is ook weer niemand mee geholpen. Dus het is helemaal niet wenselijk dat wij als werkgevers steeds maar voor al die kosten opdraaien. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de individuele werknemers. Maar het gaat niet alleen om de belangen van de werknemers en onze belangen, maar ook om de belangen van de maatschappij. Dus dat is dat maatschappelijk belangenperspectief, dat is het laatste perspectief. Welke effecten hebben je beslissing op de maatschappij in de bredere zin? Moet je daar als rechter ook rekening mee houden? Dus dat is weer een laatste perspectief waar je rekening zou kunnen houden. Nu zeg ik er ook meteen bij dat die advocaat-generaal niet heel gevoelig is voor die argumenten. Want die werkgevers blazen wel heel over de toren van oh, we moeten te veel betalen. Maar uiteindelijk zegt hij van ja, als je gewoon concreet kijkt, er zijn hier mensen overleden.
Jaarlijks gaat het om duizenden slachtoffers, waarvan een groot deel niet eens meer aan de verjaring, door de verjaringstermijn een vordering kan indienen. Dus ja, op een gegeven moment moet je ook rekening houden met dus inderdaad de individuele man, de kleine man. Wiens werk jij het gebruikt om zelf dikke winst te maken? Want door dit soort verf te gebruiken, hebben die bedrijven natuurlijk ook een groot economisch voordeel. Dus als we alles meewegen, moet je niet zo piepen, zegt die advocaat-generaal. Maar het is wel mooi dat hij dat maatschappelijke belang aanstipt. Dus drie verschillende belangen, ieder met een eigen uitkomst. En het kan ook heel goed zijn dat je dus vanuit één belang twee verschillende uitkomsten kan redeneren, afhankelijk van hoe je het interpreteert. Deze perspectieven, als je het goed doorhebt, dienen dus ieder eigenlijk hun eigen kernwaarde. En dat is een idee dat onder andere naar voren is gekomen door een Duitse filosoof, Gustav Radbruch. Die komt hier even in beeld. Die naam gaan we volgende week ook nog verder bespreken, dus hij komt nog een keertje terug. En Radbruch die zei eigenlijk van ieder rechtssysteem kent drie kernwaarden. Het recht probeert eigenlijk drie einddoelen te bewerkstelligen. Enerzijds is dat rechtszekerheid, zoals ik al zei. Het is heel belangrijk dat een samenleving duidelijkheid veroorzaakt. Je kan alleen met elkaar samenleven als er een bepaalde orde is. Als je weet wat je van elkaar kan verwachten en als je weet waar je aan toe bent. Dus rechtszekerheid is noodzakelijk om een samenleving te kunnen handhaven, überhaupt te kunnen laten bestaan. Als er geen duidelijkheid is, is het alleen grote chaos en dan is het geen sprake meer van samenleven, maar van overleven. Dat kan je dus niet eens een samenleving noemen. Dus die eerste kernwaarde die het recht probeert te behartigen, is die van rechtszekerheid. Maar tegelijkertijd, zegt Radbruch, het recht probeert ook rechtvaardigheid na te streven. Of althans, dat zou het wel moeten doen. Het recht moet ervoor zorgen dat ook ieder het zijne krijgt. Want je kan wel hele duidelijke regels maken die gelijke gevallen ongelijk behandelen. En dan heb je wel duidelijkheid, maar geen rechtvaardigheid. Dus een goed rechtssysteem probeert ook rechtvaardigheid na te streven. En probeert ervoor te zorgen dat ieder het zijne krijgt. Dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En als laatste is er ook nog de kernwaarde van doelmatigheid. Het recht probeert ook bepaalde maatschappelijke of politieke doelen te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld het verzekerbaar maken van bepaalde handelingen of bepaalde vormen van schade. Het betaalbaar houden van bepaalde producten. Dus ook dat is een doel van het recht. Daar kan het recht ook als een mechanisme worden ingezet. En je kan ook wel denken aan een gezonde economie, veiligheid, een goed onderwijssysteem, noem maar op. Dus ook de maatschappij in zijn grote geheel heeft belang bij het recht. En die belangen, daar moet het recht ook oog voor hebben. Dus dat zijn die drie kernwaarden van het rechtssysteem, zegt Radbruch. En hij heeft dat heel kort uitgelegd in een mooie tekst die noemt 5 minuten rechtsfilosofie, waarin hij heel kort bespreekt wat nu eigenlijk de voordelen, maar ook de tekortkomingen van die kernwaarden zijn. Die tekst is in achtergronden opgenomen, die gaan we volgende week lezen. En gelukkig de Nederlandse vertaling van niet de Duitse. Deze kernwaarden, ook al probeert ieder rechtssysteem daar een goede balans in te vinden, deze kernwaarden worden eigenlijk uitgeleerd binnen verschillende rechtstheorieën. En iedere rechtstheorie prioriteert dus een van die kernwaarden. Bijvoorbeeld de rechtstheorie of de rechtsfilosofie die rechtszekerheid voorop stelt, noemen we het rechtspositivisme. De filosofie van het recht die voornamelijk draait om de rechtvaardigheid en dus rechtvaardigheid voorop stelt, noemen we het natuurrecht. En als laatste de rechtsfilosofie die vooral het maatschappelijk belang en de relatie tussen recht en maatschappij bovenaan zet, is het rechtsrealisme. Dit zijn drie uitersten of drie hoofdscholen en het is heel belangrijk om daar het volgende bij te beseffen. Ten eerste, zo'n theorie is vaak een verzamelbak aan heel veel verschillende denkers die ieder hun eigen nuance leggen. Dus ook binnen het rechtspositivisme kunnen verschillende denkers het oneens zijn met elkaar. Dus je kan niet zeggen, het rechtspositivisme zegt dit en dit en dit. Wat je wel kan zeggen is, deze ideeën sluiten aan bij het rechtspositivistische gedachtegoed. Dus ga niet doen alsof het rechtspositivisme een ultieme waarheid is die gewoon één duidelijke boodschap heeft. Zo werkt het helaas niet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor natuurrecht en voor het rechtsrealisme. Zeker voor het rechtsrealisme, dat is een enorme verzamelbak aan allerlei denkers die ook allemaal hun eigen accenten leggen. Dat maakt het soms ook wat een lastige theorie. Maar in week 4 gaan we proberen daar wat meer duidelijkheid in te scheppen. Een tweede belangrijke opmerking is dat dit uiterste zijn, of eigenlijk ideaal type van een filosofie, dat het ook heel goed mogelijk is om daar dus een tussenpositie in te nemen. Dus bijvoorbeeld om ideeën van het rechtspositivisme te combineren met het natuurrecht. Of het natuurrecht te combineren met het rechtsrealisme. Dat je dus eigenlijk de balans zoekt tussen enerzijds doelmatigheid en anderzijds rechtvaardigheid.
Dus heel veel filosofische denkers nemen ook een zogenaamde tussenpositie in. Dat mogen jullie ook doen voor de paper. Dus je mag ook je eigen tussenpositie bedenken. Maar dan maak je het jezelf wel moeilijk. Want dan moet je dus heel exact aangeven waar precies de grens ligt. Dus waar ligt de grens tussen enerzijds rechtszekerheid en anderzijds rechtvaardigheid? Wanneer slaat de teller door naar doelmatigheid? Wanneer naar rechtvaardigheid? Dus als je een tussenpositie kiest, moet je daar wel heel goed kunnen verantwoorden. Of je kan aansluiten bij een van de tussenposities die we de komende weken gaan behandelen. Zoals Radboud zelf en Ronald Dworkin. Maar dat wordt allemaal duidelijker de komende weken. Dit is in ieder geval de basis. En aan de hand hiervan gaan we ook de volgende casus bespreken. Namelijk de zaak van de godverkenners. En wat daarvan de feiten zijn en welke rechter waarbij past, ga ik lekker na de pauze vertellen. Zodat jullie even een break en wat verkoeling kunnen gaan opzoeken. En dan om 6 uur zie ik jullie weer terug. Dus over een kwartier. Deze casus van de godverkenners is echt een klassieke voor juristen. Eigenlijk geen enkele jurist. Geluid wat harder. Ja. Ik ga een beetje bijdraaien. Geluid wat harder. Hard genoeg? Peter? Ja? Ik kan altijd nog bijschuiven. Maar anders hoorde ik ook een echo, dus ook niet heel prettig. Maar goed, de godverkennerscasus. Zoals ik al zei, een klassieke voor juristen. Vrijwel iedere juridische faculteit, daar komt deze tekst wel een keer voorbij. Oftewel in een oorspronkelijke vorm in de Engelstalige tekst van Fuller. Of zoals wij in Nederland hebben inmiddels een vertaling. Dus dit boekje, gelukkig hebben we nu inderdaad vertaling. Veel studenten zijn daar blij mee. Als je hem al hebt doorgenomen, dan heb je gezien dat er enerzijds de tekst van Fuller zelf in staat. En daarachter ook nog een commentaar van emeritus hoogleraar Bert van Roermond. Die tot voor kort aan Tilburg werkzaam is. Die tekst van Roermond is niet verplichte tentamenstof, maar sla hem niet meteen over, want hij is wel enorm verhelderend. Hij behandelt de verschillende argumenten van de rechters. Hij plaatst ze eigenlijk in een bepaalde context. Dus hij geeft heel veel achtergrondinformatie die kan helpen om inderdaad zowel de tekst van Fuller als die verschillende rechtstheorieën duidelijk te krijgen. Dus sla hem niet zomaar over, ook al is hij niet per se verplicht. Maar de oorspronkelijke tekst zelf, of althans de vertaling daarvan, die moet je uiteraard wel goed bestudeerd hebben. Ook voor de werkgroep. Waar gaat het over? Een groep mannen zijn zogenaamde godverkenners, Plantian Explorers. Die vinden het dus heel leuk om in grotten te duiken en daar gewoon de weg te vinden. Zo ook in de toekomstige staat van Newgard. Dus dat vindt over zo'n 2000 jaar pas plaats. Een fictieve staat zou je kunnen zeggen. En het noodlot wil helaas dat op het moment dat deze groep mannen in die god is, dat er een aardverschuiving plaatsvindt, waardoor de zover enige bekende in- en uitgang van die god in één keer afgesloten is. En ze komen er ook niet meer uit. Er zijn ook geen andere uitgangen bekend, dus kort en krachtig, ze komen die god niet uit. Althans, niet op eigen kracht. Ze zijn er ook niet op voorbereid, dus ze hebben niet voldoende eten en drinken mee, en zeker niet voldoende eten, om het daar een lange tijd uit te houden en te wachten op hulp. En in die god zelf, net als een gemiddelde god, daar groeit niks, daar leeft niks. Dus ze kunnen op die manier ook niet aan eten komen. Wat ze wel bij zich hebben, is een klein radiootje. En op een gegeven moment lukt het om contact te maken met de buitenwereld, waar inmiddels al de reddingswerkzaamheden zijn gestart. Maar die lopen zo traag, want er zijn steeds weer nieuwe aardverschuivingen. Het is een enorm karwei om die ingang vrij te maken. Dus het duurt vrij lang. Dat wordt dan ook medegedeeld. Het gaat nog zeker 20 of 10 tot misschien nog wel langer dagen duren voordat we de uitgang hebben opengemaakt. En het is al vrij snel duidelijk voor deze godverkenners dat ze dat niet gaan overleven. Dat er onvoldoende eten en drinken beschikbaar is om het zo lang uit te zitten. Ze vragen raadplegen ook een arts van wat zijn onze kansen? En die zegt ook meteen het gitzwarte scenario, dit gaan jullie niet zo lang redden. Dan komt er één op een gegeven moment op het idee. Wat nou, vraagt hij, als we een van ons doden en die opeten. Hebben we dan voldoende voedsel, voedselbronnen om het in ieder geval uit te houden tot we gered worden? En het antwoord daarop is, die kans is zeer waarschijnlijk. Raad je ons aan om dat te doen, wordt er dan op gevraagd. En daarop zegt die arts, geeft hij uiteraard geen antwoord. Hij wil niet zeggen van, dit is wat je nu moet gaan doen. Hij geeft alleen aan van, dit kan er maar niet zijn om te overleven. Wat je moet doen, daar durft hij geen antwoord op te geven. Er worden geestelijken ingezet. Durft iemand van de kerk het antwoord te geven? Mogen we elk een van ons doden
zodat de rest kan overleven. Ook de geestelijke weigeren daar een antwoord op te geven. En ook iemand van de overheid wordt het gevraagd en ook die weigert een antwoord op te geven. Met andere woorden, van de externe die beschikbaar zijn, die ook direct betrokken zijn bij deze zaak, weigert ieder het commando eigenlijk te geven van ja, je kan het beste één van jullie doden. En dan maak je meer kans. Ik ga hem toch één graadje lager zetten, want ik hoor de hele tijd een gong. En dat is ook niet heel chill. Zo. Dus, zo geschiedde het. En op een gegeven moment wordt de verbinding verbroken. De batterijen zijn blijkbaar op. En enkele dagen later wordt eindelijk de grot geopend. En komen slechts 5 van de 6 mannen naar buiten. Eén van hen heeft het dus niet gered. Wetmore. En wat blijkt, en dat geven de overlevenden ook meteen toe. Ja, wij hebben hem gedood om op te eten. We hebben hem niet per se gekozen. We hebben een soort dobbelspel bedacht met loodjes. We hebben hem ook gevraagd van, ben je het hiermee eens? En aanvankelijk zei hij ja, sterker nog, het was ook zijn idee. Maar toen we op dat moment aan gingen loten, trok Wetmore zich op het laatste moment terug. Hij wou niet meer meedoen met het spel. Hij wou toch liever nog een paar dagen wachten in de hoop dat misschien op een of andere manier de reddingspoging zou versnellen. Of dat er een aardverschuiving zou plaatsvinden die in één keer de grot open zou maken. Dat er toch weer mogelijkheden zijn om met z'n allen te overleven. We hebben hem gevraagd, zeggen die godverkenners, of we het nog goed vonden als wij in zijn plaats zouden dobbelen. Dat vond hij in feite prima. Ja, en het lot wilde dat hij degene is die is uitgeloot. Dat hij degene zou zijn die is gedood en opgegeten. En dat hebben we dus ook gedaan. Ze bekennen allemaal. We hebben Wetmore gedood, opgegeten om zelf te kunnen overleven. En daarmee lijkt de kous af voor dit tragische verhaal, maar dat is het niet. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Deze overlevenden worden aangeklaagd. Want Newgard, de staat van Newgard, kent een heel belangrijk artikel. Artikel 12a van de wet van Newgard. En er staat, één ieder die opzettelijk een ander van het leven beneemt, wordt met de dood gestraft. Met andere woorden, breng jij iemand willens en wetens om het leven, vermoord jij iemand, dan moet je dat ook zelf met de dood bekopen. Daar staat gewoon de doodstraf op. Dus, er zit niks anders op voor het Openbaar Ministerie van Newgard om deze man te vervolgen. En de rechter zal ze ook moeten veroordelen en zo geschiedde het. De rechter in eerste aanleg veroordeelt deze mannen tot de doodstraf. Dus ze hebben er alles aan gedaan om te kunnen overleven. Sterker nog, er zijn ook reddingswerkers gesneuveld tijdens de werkzaamheden om deze mannen te bevrijden. En nu worden ze gestraft met de doodstraf. En zullen ze dus worden opgehangen. Tenzij het Hof van Newgard daar een stokje van geeft. Dus we gaan naar het Supreme Court van Newgard. En die zullen dus over deze zaak een oordeel moeten vellen. Deze zaak is zo interessant omdat die heel veel type vragen oproept. Enerzijds spelen ook heel veel morele vragen een rol. Namelijk, mag jij bijvoorbeeld jouw eigen lichaam inzetten om een bepaald financieel of een ander soort voordeel te winnen? Mag jij je lichaam op die manier gaan verhandelen of je eigen leven? Mag je een onschuldig iemand doden om zelf te kunnen overleven? Ja of nee? Die morele vragen, die doen er voor ons juristen niet toe. Die zijn ook interessant, maar die mag je in je eigen tijd gaan bestuderen. Voor ons geldt eigenlijk maar één centrale vraag. Hebben deze mannen het recht van Newgard geschonden? Ja of nee? Wat is het recht? Moet de regel zoals die hier staat, of zoals die in het wetboek van Newgard staat, worden toegepast? En zo ja, hoe moet die worden toegepast? En waarom dan op die manier? Dat is dus eigenlijk het inzet van deze tekst. En die tekst beschrijft eigenlijk de gedachtegangen van de 5 rechters. En al die rechters vertegenwoordigen dus één van die rechtstheorieën die ik zojuist benoemd heb. Dus oftewel het rechtspositivisme, het rechtsrealisme of het natuurrecht. En ook heel belangrijk om te beseffen dat zij dus een versie van deze theorieën weergeven. Dus niet de absolute waarheid van deze theorie. Nogmaals, hun ideeën of hun argumentatie kan je klassificeren als rechtspositivistisch, realistisch of natuurrechtelijk. Dus laten we ze even kort doornemen. Ik geef alleen de basis. Uiteindelijk is het aan jullie om in de werkgroep de argumentatie veel verder uit te diepen en uit te werken om hem goed door te hebben. We beginnen bij Volster. Rechter Volster is niet de eerste rechter die aan het woord komt, maar wel de eerste rechter die ik ga behandelen. En rechter Volster is eigenlijk een vertegenwoordiger van wat je zou kunnen zeggen het natuurrecht. Die legt de nadruk op rechtvaardigheid. En wat belangrijk is bij Volster is eigenlijk om te beseffen dat hij twee aparte hoofdargumenten heeft. Die draagt twee perspectieven aan die ieder een eigen versie zijn van het natuurrecht. En als eerste instantie zegt hij, de regel die we zojuist zagen, artikel 12a van de wet van Newgard, is helemaal niet van toepassing. Het recht van Newgard aan zich is niet van toepassing, zegt hij. Want dat zou leiden tot een hele onrechtvaardige situatie. Dan voldoet ons recht niet meer aan ideeën over rechtvaardigheid.
Dat is dus het idee van het natuurrecht, dat er altijd een hoge norm bestaat waar jouw recht aan zal moeten voldoen. En nu kan je je afvragen, ja, maar wat is die hoge norm dan? Hoe kunnen we die weten als die niet ergens staat opgeschreven, als die zeg maar in het abstracte universum zweeft? Natuurrecht is een product van de verlichting, waarbij de nadruk werd gelegd op het menselijk denken, door het menselijke reden, oftewel de ratio. Omdat wij mensen begiftigd zijn met de reden, omdat wij in staat zijn tot redelijk nadenken, kunnen wij dat natuurrecht, kunnen wij die universele normen over rechtvaardigheid altijd via redeneren daartoe komen. Dus dat kunnen wij gewoon weten als mensen, als we maar goed genoeg nadenken. Dat is het idee van natuurrecht. Dus ook al staat het nergens geschreven, de idealen van rechtvaardigheid, die bestaan wel degelijk. En, zoals Foster hier zegt, als die regel dus niet voldoet aan rechtvaardigheid, zou je hem dus eigenlijk niet mogen toepassen. Dan is het geen echte rechtsregel. Ja, dus zoals ik net zei, de morele vragen in deze casus zijn voor ons, voor dit vak, niet van belang. Voor een jurist in de algemeenheid is wat anders zeggen. Maar is natuurrecht niet altijd iets met, heeft dat niet altijd iets te maken met moraal? Sterker nog, een hele goede vraag. Antwoord daarop is ja. Volgens natuurrecht zijn recht en moraal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar waar het hier in deze zaak om gaat, voor ons is dat natuurrecht relevant voor de vraag, wat is recht? Als een antwoord daarop. De morele vragen die ik net noemde, dus mag jij een onschuldig iemand doden, ja of nee? Mag jij jouw eigen lichaam verhandelen? Dat zijn typische morele vragen die echt binnen de bioethiek horen. En die laten we voor wat het is, althans binnen deze cursus gaan we daar niet verder op in. Maar inderdaad, volgens natuurrecht, heel scherp opgemerkt, zijn recht en moraal dus altijd met elkaar verbonden. Het recht moet rechtvaardig zijn. Zo niet, zegt Foster dus aanvankelijk, dan hoef je niet toe te passen. En daarmee neemt hij wel een hele boute positie in natuurlijk. Lang niet alle rechters zullen overeen met hem eens zijn, dat je als rechter zomaar kan zeggen van ja, dat wetboek heb ik niet nodig, dat negeer ik, want het is onrechtvaardig. Dus hij heeft nog een tweede argument van oké, stel dat we er nu vanuit gaan dat we inderdaad wel genoodzaakt zijn om het recht toe te passen als rechter zijnde. Want als rechter moet je recht spreken, dus we moeten het recht van nu elkaar toepassen. Dan moet je dat niet zomaar blindelings doen. Nee, dan moet je dat recht eerst gaan interpreteren. En je moet het recht op een rechtvaardige manier uitleggen. Met andere woorden, op een gegeven moment heeft hij heel mooi een quote. Je kan dus wel de letter van de wet schenden zonder de geest van de wet zelf te overtreden. Dus hij maakt een onderscheid tussen de letter van de wet, de letterlijke betekenis van een rechtsregel, en het doel waarmee die rechtsregel eigenlijk in het leven is geroepen. Dus wat die rechtsregel probeert te bewerkstelligen. Of beter gezegd, de idealen die die rechtsregel probeert te behartigen. Het kan best zijn inderdaad dus dat je iemand gedood hebt met opzet, maar dat het niet een situatie is waar deze rechtsregel voor gemaakt is. Dus een rechtsregel moet je altijd interpreteren nagelang van rechtvaardigheid. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdargumenten die Foster benoemt. Dus let erop, dat zijn twee totaal aparte argumenten. Want in de eerste keer zegt hij, je hoeft het recht niet toe te passen. En in de tweede zegt hij, nee, je moet het recht wel toepassen, maar goed interpreteren. Dus als je het eens bent met Foster, moet je ook kunnen zeggen welke van die twee argumenten is dan eigenlijk het beste argument. Met welk argument ben je het meeste eens? Dat is dus Foster. Een aanhanger van het natuurrecht, of in ieder geval een voorbeeld, een vertegenwoordiger van het natuurrecht. Je hebt een vraag erover. Nog een keertje? Is het verschil tussen het interpreteren van de letter van de wet of de regel nadat lang de letter of nadat de geest, dus dat je het onderscheid maakt tussen een letterlijke lezing en het doel, kan je dat het relativiteitsbeginsel noemen? Nee, want dat is iets totaal anders. Oké, ja. Leuk dat je het doet, maar nee, dat mag je totaal even loslaten van elkaar. Door naar de volgende school, het rechtspositivisme. Die heeft eigenlijk in deze casus twee vertegenwoordigers. Niet omdat Fuller dat zelf de beste theorie vond, maar gewoon omdat het op die manier mooi uitkomt. Want uiteindelijk heeft hij twee rechters die voor de veroordeling zijn, twee rechters die voor vrijspraak zijn en één rechter die geen keuze wil maken. Zodat je op die manier kan laten zien dat er geen uiteindelijke vooroordeel is van hem. Dus dat is gewoon een tactische move vanwege zijn tekst. We hebben dus Truepenny, dat is eigenlijk de eerste rechter, de opperrechter ook, die introduceert de hele zaak. Dat is vooral zijn functie. En we hebben rechter Keane. En die, vooral Keane, is een hele duidelijke vertegenwoordiger van het rechtspositivisme.
Beide komen tot een veroordeling, want beide zeggen we moeten gewoon eigenlijk de letter van de wet toepassen. Er staat heel duidelijk in het wetboek geschreven dat als je een ander opzettelijk van het leven berooft, dat je dan toch een straf wordt met de dood. Nou ja, deze mannen hebben de wetmoord opzettelijk van het leven beroofd. Misschien wel omwille van een heel begrijpelijk doel, maar ze hebben het wel gedaan. Dus dan kunnen wij als rechters niks anders zeggen dan dat we de doodstraf moeten opleggen. Dat we de uitspraak, de veroordeling, moeten bekrachtigen. Maar True Penny heeft nog hoop. Die zegt, misschien kunnen we de uitvoerende macht, de chief executive, zoals dat in Newgard heet, kunnen vragen om gratie te verlenen. Net als in Nederland zou bijvoorbeeld de koning gratie kunnen verlenen. Dus hij hoopt eigenlijk dat hij als rechter gewoon zijn rechtelijke plicht kan uitvoeren, namelijk het toepassen van het geldende recht, dus van artikel 12, let A. Maar dat deze mannen toch nog inderdaad vrij uitgaan door middel van gratie. Dat hoopt hij tenminste. Keen is daar een heel stuk kritischer op. En Keen zegt eigenlijk, ja, dat kan je niet zomaar vragen als rechter. Als rechter mag jij je niet bemoeien met beleid, met de uitvoerende macht. We hebben een strikte trias politica. De drie machten zijn strikt gescheiden. Dat is ook met een duidelijk doel. Ieder heeft zijn eigen functie. Dus wij mogen als rechter ons niet zomaar gaan bemoeien met wat de chief executive moet gaan doen. Wat met die de hoogste gezagshebber moet gaan doen. En hij zegt wel, ja, natuurlijk persoonlijk vind ik het ook heel sneu voor deze mannen. Alles wat ze hebben meegemaakt, die hele tragedie, om ze nu te moeten veroordelen. Maar ik mag niet een andere functie om vrijheid gaan smeken. Ik mag me er ook niet door laten leiden bij de uitspraak die ik moet doen. Er is een strikte scheiding tussen recht en beleid. En, daarmee reageert hij op Volster, er is ook een strikte scheiding tussen recht en moraal. Als rechter mag ik me ook niet laten leiden door wat ik persoonlijk rechtvaardig vind. En Keen is dan wel zo bij de hand om heel uitgebreid te gaan leggen, ja, persoonlijk hou ik deze mannen graag vrijgesproken, maar als rechter kan ik niks anders. Als rechter moet ik ze veroordelen. En dat doet hij ook met een reden. En hij herkent ook, ja, als rechter moet ik soms hele moeilijke, hele harde, misschien zelfs hele nare beslissingen nemen. Die heel onrechtvaardig voelen. Waarvan zelfs ik als doorwinterde rechter zeg, ja, dit is misschien heel onrechtvaardig, maar ik kan niet anders. Want wie heeft nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het maken van goede wetgeving? Die verantwoordelijkheid mag je niet te licht nemen. En dat is niet alleen de wetgever, dat is ook het volk die de wetgever kiest. En die verantwoordelijkheid, daar mag je best mee geconfronteerd worden. En daarom moet ik als rechter soms hele moeilijke beslissingen nemen. Maar als rechter ben ik genoodzaakt altijd de wet te volgen. Dus daar noemt hij ook meerdere redenen voor. Waarom is hij als rechter genoodzaakt de wet strikt toe te passen? Daar zitten bepaalde ideeën achter. Die ideeën zijn dus argumenten voor het rechtspositivisme. En als laatste, of eigenlijk als vierde moet ik zeggen, er komt nog eentje hier achteraan, hebben we Handy. En Handy is weer een mooie vertegenwoordiger van het rechtsrealisme. En wel een bepaalde visie van het rechtsrealisme. En Handy benadrukt vooral de relatie tussen enerzijds recht en anderzijds samenleving. En hij zegt dat het recht functioneert in een bepaalde context, in de samenleving. Het recht moet je vooral ook nooit loszien van die samenleving. Het is niet zomaar een tekst op papier. Nee, het recht heeft een bepaalde doel in de samenleving. Sterker nog, het is een instrument om die samenleving te sturen en tot een goed einde te brengen. Dus je moet ervoor waken dat de kloof tussen recht en samenleving niet te groot wordt. En als heel veel mensen zijn voor vrijspraak, dan moet je daar misschien wel rekening mee gaan houden als rechter. Dus als rechter moet je eigenlijk gaan nadenken over wat de uitkomst is van jouw uitspraak. En dan zoek je eigenlijk de regels die daarbij aansluiten. Dus Handy neemt de regels die de wetgever heeft uitgevaardigd ook niet zo nauw. En dat is een heel typisch kenmerk van het rechtsrealisme. Je hebt wel regels, maar of die echt bepalend zijn voor de uitspraak, dat is een tweede vraag. Hoe komt een rechter dan wel tot de uitspraak? Nou, dat zal de persoon van de rechter misschien wel een grote rol spelen. En dat vindt Handy eigenlijk helemaal niet zo erg. Sterker nog, hij zegt zelf, van ja, als we kijken naar al mijn broeders hier in de rechtbank, dus al mijn collega-rechters, iedereen zegt, ik zou ze willen vrijspreken. Alleen True Penny en Keen die zeggen, ja, maar ik ben gebonden als rechter aan het recht, dus ik kan ze niet vrijspreken. Maar iedereen weet stiekem wel van binnen wat de beste uitkomst in deze zaak zou zijn. Dus waarom zouden we daar dan niet naar luisteren? Het rechtsrealisme kijkt naar het algemeen belang, is de vraag. Ja, dus kijkt de rechter hier niet eigenlijk meer naar zichzelf, zoals ik het net uitlegde, of kijkt hij wel voldoende naar het algemeen belang? Ja en ja, eigenlijk, allebei. Nee. Zoals ik al zei,
Handy is een vertegenwoordiging van het rechtsrealisme, maar geen alomvattende samenvatting. Sterker nog, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik zeggen dat Fuller echt wel beter zijn best had kunnen doen om Handy betere argumenten te geven om het rechtsrealisme beter te vertegenwoordigen. Maar voor mij is Fuller al lang overleden, dus die kritiek, daar gaat hij niks meer mee doen. Maar het is een variant van het rechtsrealisme. En wat Handy in ieder geval heel duidelijk benadrukt, is dat recht en maatschappij met elkaar verbonden moeten zijn. En daar zit dat grotere belang in. Zodra recht en maatschappij te veel los van elkaar komen, krijg je een ongewenst maatschappelijk effect. De vraag is alleen, wat is het beste voor de maatschappij? Hoe je daar een antwoord op kan geven, daarvoor kijkt Handy onder andere naar zijn collega-rechters, maar ook naar de publieke samenleving. Dus waarom Handy het zo van belang vindt dat recht en maatschappij met elkaar verbonden zijn, en hoe hij dan wel tot een uitspraak komt, dat kan je uit zijn argumentatie halen. En dat moet je ook proberen om in de werkgroep bloot te leggen. En dan gaan we Handy's ideeën over het rechtsrealisme laten vergelijken met een andere rechtsrealist, Oliver Wendell Holmes. En dan zie je ook dat er dus wat meerdere smaakjes zijn, maar dat er ook heel veel rode draden zijn, die dus inderdaad de samenvatting zijn of de kern van het rechtsrealisme. Dus je hebt vier rechters die ieder eigenlijk heel duidelijk een positie nemen in de driehoek die ik jullie nu al voor de tweede week voorschoten. Dus ieder heel duidelijk een positie nemen of een aanhanger zijn van een van de rechtsfilosofieën. En dan hebben we nog een laatste rechter, Tetting. Die komt als derde aan bod. En Tetting heeft een probleem. Tetting kan maar geen oordeel vellen. Tetting komt niet tot een uitspraak. Of dat als rechter überhaupt kan, is natuurlijk ook een tweede discussie. Het is ook een hele mooie discussie voor de werkgroep. Mag je als rechter je ook terugtrekken om überhaupt een uitspraak te doen? Tetting doet het in ieder geval. Sterker nog, nadat zijn andere collega-rechters, Keane en Handy, aan boord zijn geweest, komen ze nog een keer bij Tetting terug met de vraag van ja, ben jij misschien nu overtuigd of ben je tot een bepaald inzicht gekomen op basis van de argumentatie van jouw collega's? En dan nog steeds weigert hij een uitspraak te doen. Wat Tetting wel doet, is heel veel vragen opwerpen. Met name richting Foster, maar ook wel wat meer aan het algemeen. Dus ja, als je het recht dan niet mag toepassen, vraagt hij, ja, wanneer geldt dat recht dan niet meer of geldt die regel? Is dat op het moment dat die grot instortte? Of pas dat deze man in levensnood waren? Hoezo is zelfverdediging zo belangrijk hier? Dus hij roept heel veel vragen op. Hij is eigenlijk alles wat Foster heeft uitgelegd in zijn redenering, is hij aan het bevragen. En wat hij daarmee eigenlijk laat zien, is dat hij op zoek is naar een soort middelpunt tussen die drie kernwaardes. Tetting probeert eigenlijk de balans te vinden tussen enerzijds rechtszekerheid, anderzijds rechtvaardigheid en als laatste doelmatigheid. Dus enerzijds wil hij precies weten wanneer zijn die uitzonderingen die Foster noemt nu eigenlijk van toepassing. Waar ligt de grens? Hoe moet je nu als burger weten wanneer je in een natuurtoestand bevindt of wanneer het recht van Newgard wel van toepassing is? Dus waar moet je precies die grens? Hij zoekt dus naar een bepaalde zekerheid en bepaalde duidelijkheid. Tegelijkertijd erkent Tetting wat hij ook heel begrijpelijk vindt wat deze mannen gedaan hebben. Want ja, het verkeerde in levensnood. Ze keken de dood in de ogen. Dat was geen uitzicht op redding. Dat was geen enkele andere mogelijkheid om aan de dood te ontsnappen. Dus enerzijds begrijpt hij het ook wel. Maar godverdomme, tegelijkertijd hebben ze wel een van hun vrienden opgegeten. Dat is toch ook wel bizar dat je daartoe overgaat. Dan moet de wanhoop ook wel heel hoog zijn. Dus in dat begrip voor wat hij gedaan heeft, zit ook een stukje erkenning voor rechtvaardigheid. Ja, ergens begrijp ik ook wel dat als je in zo'n noodtoestand verkeert, dat je bijzondere dingen doet. Dat dit een hele uitzonderlijke situatie is die niet te vergelijken is met een standaardgevalletje moord of doodslag. En als laatste heeft hij ook wel oog voor het maatschappelijk effect van zijn beslissing. Want ja, er zijn dus 10 reddingswerkers tijdens de werkzaamheden om het leven gekomen. Dat gaf ook alweer aan hoe gevaarlijk de situatie was en hoe moeizaam het was om deze mannen vrij te krijgen. Dus 10 reddingswerkers hebben hun leven opgeofferd om deze mannen te redden. En wat doen wij? Gaan wij ze opknopen. Dat is er ook te bizar voor woorden. Dus als je gewoon heel, ja, met redelijk oog naar deze zaak kijkt, dan is het toch eigenlijk bizar dat je deze mannen gaat veroordelen. Maar ja, van de andere kant, ze hebben wel iemand vermoord. Dus Tetting probeert de balans te vinden tussen rechtszekerheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid. En dat lukt hem niet. Hij raakt verstrikt eigenlijk in zijn eigen argumentatie. Steeds als hij denkt van nou, dit zou een spoortje kunnen zijn, komt dat weer zoveel nieuwe vragen op die hij maar niet kan beantwoorden. En de reden waarom Tetting er niet uitkomt, en dat is ook iets wat Radboud heeft aangedragen, is omdat deze kernwaarden zogenaamde antinomieën zijn van elkaar. Antinomie, dat betekent enerzijds liggen deze kernwaarden in elkaars verlengen. Ze vullen elkaar dus aan. Tegelijkertijd conflicteren ze ook met elkaar. Of eigenlijk heel plat gezegd, ze kunnen niet met elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Weet je, het huwelijk van mijn ouders lijkt het soms wel. Iedere waarde vraagt om iets anders. Maar ook iedere waarde heeft
zijn eigen waarden of heeft een andere waarde nodig om goed tot uiting te kunnen worden gebracht. Laten we bijvoorbeeld beginnen met rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardigheid? In heel basaal verwoord zou je kunnen zeggen, rechtvaardigheid is gelijk gevallen, gelijk behandelen. Ieder het zijne geven. De vraag die hierbij rijst is natuurlijk meteen gelijkwaardig in welk opzicht. Of gelijk in welk opzicht. Denk bijvoorbeeld aan corona, niet de meest leuke tijd om aan terug te denken, maar een van de vragen die toen opdoemde was, wat gaan we doen met code zwart? Wat gaan we doen als we te weinig IC-bedden hebben om alle patiënten te kunnen helpen? Dan moeten we keuzes gaan maken, dat is onvermijdelijk. Hoe gaan we die keuze maken? Gaan we bijvoorbeeld gewoon wie het eerst maalt? Dus als je als eerste binnenkomt, krijg je een bed, totdat er geen bedden meer zijn. Ja, dan heb je helaas pech. Heb je te laat corona gekregen of ben je te laat naar het ziekenhuis gegaan? Of gaan we kijken, wie kunnen we het beste helpen? Wat zijn de minder ernstige gevallen en wie is toch al te dood opgeschreven? Nou, dan gaan we de eerste gevallen aan een bed helpen en de laatste gevallen sturen weer naar huis met ja, de boodschap helaas, het spijt ons. Of gaan we bijvoorbeeld vooral de jongere mensen helpen? Die hebben nog een heel leven voor zich. Oudere mensen hebben al een mooi leven gehad. Dus je zou in die zin kunnen zeggen dat jongeren nog niet de kans hebben gekregen die mensen op latere leeftijd wel hebben gekregen. En dat het dus oneerlijk zou zijn om hen op dezelfde manier te behandelen. Dus we gaan ze bevooroordelen. Het zijn allemaal mogelijke scenario's waarover na was gedacht. Welke je kiest, dat schrijft rechtvaardigheid niet voor. Gelijke gevallen gelijk behandelen is in die zin ook een lege norm. Die moet verder ingevuld worden. Die moet worden ingevuld aan de hand van overwegingen over doelmatigheid. Oftewel aan de hand van politieke gezichtspunten. De politiek moet keuzes gaan maken welke situaties ze belangrijker vinden. Of in welk opzicht gelijke gevallen relevant gelijk zijn aan elkaar. Die keuze moet gewaakt worden. Maar politieke inzichten, weten we natuurlijk als geen ander, die kunnen ook nog wel eens conflicteren met elkaar. Wat de een relevant vindt, vindt de ander juist weer niet relevant. Ze leggen allemaal hun eigen nadrukken. Wat te doen in zo'n conflict, dat kan leiden tot een oneindige discussie. Dus discussies over doelmatigheid is een soort never-ending story. Daar kan je over blijven discussiëren. En daar is de maatschappij ook niet mee gediend. Dus op een gegeven moment moet er een knoop worden doorgehakt. Moet er zekerheid worden gecreëerd. Moet er een gezaghebbende beslissing worden genomen. Zagen bijvoorbeeld ook terugkomen in Van Hees de Schelde. Ja, je zou iedereen die een mesothelioom krijgt recht kunnen geven op een schadevergoeding. Je zou die verjaringstermijn ook op 25 kunnen zetten, op 35, op 40. Maar op een gegeven moment moet er een keuze worden gemaakt. Moet er een knoop worden doorgehakt. Moet er rechtszekerheid worden gekozen. Moet er dus een gezaghebbende beslissing worden genomen. Maar waarop berust een gezaghebbende beslissing? Onder andere op ideeën over rechtvaardigheid. Dus is een beslissing inderdaad ook een rechtvaardige beslissing, dan zal die eerder gezaghebbend zijn. Dus op deze manier zie je eigenlijk dat die ideeën over rechtvaardigheid elkaar aanvullen. Dat ze dus inderdaad elkaar nodig hebben en elkaar versterken misschien wel. Tegelijkertijd conflicteren ze ook met elkaar. Want iedere kernwaarde heeft een ander type regel nodig. Denk bijvoorbeeld aan rechtszekerheid. Hoe bereik je nu eigenlijk rechtszekerheid? Door duidelijke regels te formuleren die vooraf zijn vastgesteld, zwart op wit staan en waar niet van wordt afgeweken. Op die manier kan iedere burger weten waar hij aan toe is, wat hij kan verwachten van de overheid, wat hij kan verwachten van zijn medeburgers en creëer je dus rechtszekerheid. Duidelijke regels, vooraf duidelijk vastgelegd, niet van afwijken. Gerechtigheid vereist juist iets anders. Waarom nog steeds algemene regels, gelijke gevallen gelijk behandelen, dus gelijke gevallen moet je op dezelfde niet behandelen. Daar zijn de algemene regels van toepassing. Maar ook een bepaalde mate van flexibiliteit om te kunnen afwijken van de regels als de wetgever die situatie duidelijk nooit had voorzien. Want dat kan je van de wetgever niet verwachten. Dus ja, dan kom je sowieso al in een conflict situatie terecht. En dan kan rechtvaardigheid juist vereisen dat je een uitzondering maakt. Denk bijvoorbeeld aan dat transouderarrest. Ja, de wetgever had niet kunnen voorzien dat je inderdaad ook op nieuwe manieren kinderen kon krijgen. En dat er een situatie kon ontstaan waarbij een transvrouw of een vrouw een kind met haar zaad had verwekt. Ja, dan moet je als rechter, om tot een rechtvaardige uitkomst te nemen, van de bestaande regels durven afwijken. Dus ja, dat gaat dan ten koste van de rechtszekerheid. Doelmatigheid daarentegen vraagt juist om individueel maatwerk. Dat je keer op keer nadenkt over wat is nu eigenlijk het beste voor de maatschappij? Wat vereist de maatschappij? En het kan heel goed zijn dat dat in het ene geval situatie X is, in het andere geval situatie Y.
Stel je bijvoorbeeld voor dat bepaalde stoffen ergens een vorm van kanker veroorzaakt. Misschien is dat de ene vorm van kanker heel zeldzaam is en heel weinig voorkomt. Daar zou je dus makkelijk tegen kunnen verzekeren. En dan zou je als rechter kunnen zeggen, nou ja, in dit geval, in een zeldzame vorm van kanker, gaan we inderdaad die verjaringstermijn negeren. Dus geen verjaringstermijn. Terwijl bij een andere vorm van kanker, die heel veel voorkomt, die dus ook zal leiden tot enorme massaclaims, waarbij een hele bedrijfstak misschien failliet kan worden verklaard, of die leidt tot onverzekerbaarheden tot bepaalde ziektes of bepaalde handelingen, dat de rechter dan zegt, ja, dit is een ongewenst maatschappelijk effect, hier gaan we die verjaringstermijn wel strikt toepassen. Dus eigenlijk situaties die op het oog gelijk zijn in een relevant opzicht, in beide gevallen een dodelijke ziekte, veroorzaakt door werkzaamheden. In het ene geval kan het wenselijk zijn om juist wel die verjaringstermijn op te heffen, in het andere geval niet, omwille van de doelmatigheid of wat het maatschappelijk belang het beste dient. Dus dat vereist vaak juist weer individueel maatwerk. Dus zo zie je dat ieder van die regels, een eigen, ja, of ieder van die kernwaardes, vereist een bepaald type regels. En daarom zijn ze dus ook niet met elkaar te verenigen. Dus ze hebben elkaar nodig, maar ze vragen ook allemaal om iets anders. En dat betekent dus eigenlijk dat Stetting voor een dilemma staat. Hij kan nooit tot een oplossing komen, want hij kan nooit dat exacte middelpunt in die driehoek vinden. Dat is eigenlijk een onmogelijke opgave in de meeste moeilijke gevallen die wij juristen gaan bespreken. Betekent ook voor jullie dat je dus een standpunt zal moeten innemen op basis van een van die drie rechtsfilosofieën. Dat de eentje misschien in deze casus beter is of een beter antwoord biedt dan de andere. Maar dat betekent ook dat in een andere casus een van de andere rechtsfilosofieën misschien beter is. Welke je kiest, dat maakt niet uit, als je het maar goed kan beargumenteren. En dat ga je dus ook doen in de paper. Je zal een standpunt moeten innemen, ook al in de werkgroep ga je daarmee oefenen natuurlijk. En daarvoor zal je dus argumenten moeten gebruiken die je bijvoorbeeld kan ontlenen aan de godsverkenningscasus. Dus je zou zelf een vertaalslag kunnen maken van de redenering van de rechters en die toepassen op de opdracht voor de schrijfopdracht, namelijk euthanasie of hulp bij zelfdoding door intimie. Dus gebruik die tekst ook echt als een inspiratiebron. Achterin de vraag. Mag je ook in het midden gaan zetten zoals Stetting? Of je wilt een tussenpositie innemen? In het midden van de driehoek. Nou ja, je mag het proberen. Als jij dus inderdaad de vraag is, mag je ook voor je schrijfopdracht in het midden gaan zitten? Als jij de perfecte balans weet te vinden tussen rechtvaardigheid, rechtszekerheid en doelmatigheid. Het zijn van een enorme opgave. Vind ik echt mijn complimenten als je dat weet te bereiken. Je mag het proberen, maar het wordt moeilijk. Maar dan is hier een tip. Ik ben heel benieuwd.